Ik wil met de waterval spelen. Wij gaan naar de waterval spelen. Ik wil met de waterval... Nee, die waterval is te klein. Ik wil naar de grote waterval. Goedemiddag allemaal en welkom terug. Eindelijk bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de 1000 jaar door. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering... Hebben wij tot we een papieren bootje zijn geworden. Tenminste, als jullie het nog kunnen herinneren. Dat vind ik heel erg knap, want er is een tijd weer overheen geweest. Mijn excuses daarvoor. Maar we moeten kunnen dus papieren bootje worden. En daardoor kunnen we dus hier naar beneden toe. En er is een spooky stem die dat heet. Doet nou ons zo. Dan vraag ik mij af. Kunnen wij deze kant op? Nee, we kunnen niet die kant op. Oké, dus we moeten wel gewoon een andere kant op. Dus ja, het is een tijdje geleden. Mijn excuses daarvoor. Maar zoals jullie het weten, ik heb het een beetje druk gehad met evenementen en omhoog. Maar ja, ik heb nog steeds vakantie, dus ik ben nou een enorme lading aan het opnemen. Dus we zien wel hoeveel dat het gaat worden. En oeh, papieren golfjes, waar we nou, die moeten we nou ontwijken, anders zinken we. En dan zijn we de Titanic en we willen natuurlijk niet de Titanic zijn. Heel eventjes voor de mensen die ook de Pokémon Trading Card Game unboxings kijken. De Q&A vragen van het begin van de video. Dat hou ik alleen bij, hoe heet het, bij de unboxingsvideo. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Dan komt niet bij Paper Mario. Dan ja, weten jullie dat ook weer. Goed. Hey, something's coming there, floating on the water. Where am I? Let me see. What? Wait, I can't breathe, guys. Is that a boat? Hey, over here. Save us, please. Waarom moet ik weer altijd de toadstem gaan doen? Oh, kunnen hier gewoon achterlangs? Ik hier achterlangs. Ze staan er wel heel erg krap op elkaar. Hebben ze gewoon die flessen daar gewoon in het water gegooid? Hallo? What is that? Well, that was pointless. Are you kidding me? It's made out of paper. Still can't breathe. Nou ja, wat we wel zouden kunnen doen, is we zouden hier gewoon dit bootje zo... Hallo? Hey, alles kids? Het is vervelend als je daar vast zit op het water. Maar goed, ik moet wel zeggen, ik ben eigenlijk best wel blij. Want ja, ik ben de laatste tijd voor fun Kingdom Hearts weer een keer aan het spelen geweest. En daar is rondje springen. En met de controller die ik op dit moment gebruik, is rondje ook springen. Want ja, ik gebruik een PlayStation 4 controller, omdat het is een emulator, omdat je dan betere kwaliteit hebt. Dus ja... Ik ben eerlijk, ik hou geen geheimpjes. Jullie weten dat ik geen echte voorstander ben voor emulators. Maar aangezien dat we nog steeds dit spel anders niet in high definition kwaliteit zouden kunnen opnemen, had ik echt zoiets van, ja. Dan wordt het toch maar een emulator, hè, jongens. In ieder geval, we moeten hier die switches dus overnemen, want dan kunnen we hun bevrijden. Jullie kunnen nu ook, Jullie kunnen gewoon die warpipe pakken, gewoon helemaal omlopen. Wat maakt jullie het uit? Gebruik gewoon die warpipe. Toad zijn lui. Waarom zijn de toads zo lui? Ik weet niet waarom de toads zo lui zijn. Maar dat is... In ieder geval, ik... ja. Dingen waar ik over kan praten. Dutch Comic Con. Dutch Comic Con was awesome. Er komt binnenkort een video over, eventjes over Dutch Comic Con. Want ik heb echt zoveel gezellige mensen ontmoet. En zoveel kijkers ook ontmoet. En zelfs heel erg aardige cadeaus gekregen. En dan bedoel ik ook echt serieus. Wow, jongens. Jullie zijn echt geweldig. Dus enorm bedankt daarvoor weer aan het kijken. Hey, we can cross over now. Hey, what are we waiting for? Let's go. I'm dying. I still can't breathe. Ligt er echt zo'n één papiertje pierentoot. Echt zo plat, weet je wel. Zou wel erg zijn. Hey, kijk, er zijn piantas. Hallo. Doink, doink, doink. Nou ja, dan kunnen wij nou mooi die kant op. Want, grappig genoeg, wij moeten eigenlijk ook daarheen. Dus wij moeten ook even hoi zeggen tegen die wij moeten ook verder die kant op. Dus laten we eens even kijken of we hier ver genoeg kunnen komen. Dus wij skippen dit, we skippen dat, we skippen ze. Stel je voor dat je hier gewoon op gaat staan. Dan. Gewoon de eerste boot al wat je doet. Hoi. Zou wel leuk zijn. Oké. Spring hierop, spring daarop. En we zijn aan de overkant. I don't know how you did it, but you saved us. We came here looking for that pirate treasure and then, well... My ship got surrounded by ghosts on the ocean, and we all ended up here! Hey, aren't you Mario? It's me! Me! Don Pianta's daughter, Francesca! And Frankie's here too! En jullie hebben hele andere stemmen, omdat ik vergeten ben hoe jullie stemmen waren. After my dad forgave us,
We sent out on a trip. The ship we got a little too close to this island, and now look at us! Stella and Maester report rumors about Cortez were all true, which means he's nearby. Hey, so, by the way, why are you here? Don't tell me Daddy has you come to take us back! Nee. Daddy geeft niks meer om jullie. What, you're after the pirate's treasure because it might contain a crystal star? Well, I think the treasure's right there. I watched by Cortez's spirit. Yeah, I'm sure you'll be able to take care of him, though. You look tough. Besides, Cortez is the one that's trapped us on the raft, so smack him one for me! Oké, nou, ik wil niet met jullie praten. Ik wil eventjes met die toot hierboven praten, zo. Hallo. Hi, mag ik hierbovenop springen? Hi. How will we ever get back to the surface? It smells so weird down here! Well, maybe they float down here. Oké, nee, sorry. Die grap zou ik niet maken. Maar goed, ik ga heel eventjes de... Ik ga heel eventjes de party omswitchen, want we willen Goombella, want we willen dadelijk heel eventjes gaan tattelen. Maar nu komen we dus bij een spookschip. Oeh, wat spannend. Bubba! Sorry, wat? Wow, did I surprise you? Yeah, sorry about that. See, I actually followed you in here because I got lost along the way and, well... Anyway, I followed this path and I finally caught up with you and then, listen, just forget it, okay? I'm sure the Crystal Star is inside that pirate ship. And the Pirate King Cortez is in there too, I'm pretty sure. Yeah, probably. No big deal though, right? You can take him, big guy. We're counting on you. Boy, I know sure I am, and so is Grotus. Grotus? Oh, sorry, what did I say? Forget it. I'll just wait here, so... I didn't get in the way. Goh. Spoilers. Ik weet niet of we die kant al op zouden kunnen eigenlijk. Volgens mij niet. Nou ja, maakt niet uit. Goed. Hoe zit het eigenlijk met HP? Oh, ik heb een 9 HP. Dus deze is eigenlijk best wel een uitkomst om die eventjes te gebruiken. Aangezien dat ik namelijk zo dom ben om eerst de Tattle Ability te gebruiken. Hoe zit ik eigenlijk met badges? Dat wil ik ook wel even weten. Hoe zit ik met... Nee, niet dat. Ik wil badges weten. Ice Power, die hebben we niet echt nodig. Maar goed, hebben we iets anders nodig? Quick Change, die zal handig zijn. 3 Power Plus. Power Plus P. Lucky Start, die is handig. Power Bounce. We hebben de hamer niet echt nodig. Dus Jumpman, die kunnen we gewoon aanhouden. Nou, we zouden iets van 2 kunnen equippen. Power Down, Defense Up. Nee. Peekaboo, gebruiken we ook nou niet. Blijven gewoon tattelen. Dat is het leukste. Damage Dodge, die zou handig kunnen zijn. Happy Flower is handig. Ik denk dat die even aanzet. Dus dan kan Charge uit. All badges, Charge die kan uit. En Ice Power die kan uit, want we hebben nou toch een Fiery Foes. En dan zet ik... Happy Flower. Goed. Let's do this. Kom op, Mario. Zo slaapverwekkend was ik nou ook weer niet. Oh, you ignored my warning. Oh, come inside the door and be lost in darkness. Enough! I grow tired of this spooky old business. I am a pirate, blasted. Pirates do not moan. I am a cold-blooded villain who robs innocents of life and loot, not a crying ghost. And you are after my treasure! And this is my ship. What are you doing here? Speak! I'll turn your moustache into bone polisher, amigo. Yo-ho-ho-ho-ho-ho! Ofwel, we moeten gaan bellen tegen Cortez. Cortez, can't flee in this fight. Nou, we hebben gelijk Lucky, dus we hebben al een soort van dodge. En we hebben onze FP, hebben we er ook al gelijk bij. Dus
Altijd handig. Wat we willen doen is, zoals ik al zei, laten we eerst even beginnen met een attack en eventjes een tattle. Dus, ga gewoon even beginnen tattelen. Cortez! Dit is Cortez. Het is een spook-Pokémon. Nee, grapje. Met deze gevaarlijke piraat, blablabla. Heeft maar 20 HP, aanval is 4 en defense is 1. Maar zijn HP die lijkt al laag, maar hij komt nogal best wel vaak terug tot leven. Dus, en hij heeft heel erg veel verschillende aanvallen en daar moet je natuurlijk vooruit kijken. Maar die zullen we dus nou wel zien. Maar nu kunnen we tenminste zijn HP zien. En nu denk ik bij mij dat het zeker heel eventjes tijd is voor onze special powerlift. Powerlift is altijd heel erg handig, omdat dan krijg je een attack op en alles. Dus dan ga ik wel even focussen. Rode pijlen zijn key. Het is natuurlijk ook wel geluk van welke pijlen die verschijnen het meest. Plus 3, dat is niet verkeerd. Oké, dus we hebben een defense plus 3 en we hebben een attack plus 3. En dat voor twee beurten, dat is zeker heel erg handig. Het enige nadeel is... Wauw, 1 damage. Het enige nadeel is op dit moment... we moeten eventjes met Goombella nog even switchen. En voor deze battle willen we Vivian gebruiken. En we kunnen nou gewoon de multibounce doen. Op de boompijl of op zijn hoofd? Nou, laten we de doe maar de boompijl. Oh, ik heb de spike protection badge nu. Dat was dom. Laat ik beurtjes verpesten, waarom ook niet? Geen steentjes gooien. Maar jij hebt die buff niet. Dat is eigenlijk best wel dom wat ik nou allemaal al niet aan het doen ben. Pirate Jinx. Ik doe ook alleen maar op Cortez. We doen gewoon alleen Cortez. Mijn eindknopje zit hier. Oeps. Oké, maakt niet uit. Multi-power bounce, we gaan het nu doen. Overkill! Maar zoals we al zeiden, op het moment dat je dus een overkill doet, komt hij weer tot leven. Wat eigenlijk best wel vervelend is. Goed, nou wil ik deze goed doen. Zie, dat is de eye-knop. Net heb je ook 4. Alleen, nou doet hij ook een burning damage. Yay! Goed, wij doen nog eventjes een power bounce. Die zal niet zo sterk zijn als net. Ah ja, hij heeft nog maar 4 HP. Auw. 3 HP. Ik denk dat ik heel eventjes terug switch in verband met we kunnen weer de powerlift doen. En dan kan Vivian het afmaken. Dus we doen nog één keer even de powerlift. Powerlift! Spannend hoor. De muziek is trouwens best wel grappig. Eigenlijk wel leuk hoe al die treasures op de achtergrond liggen. Rode pijlen, heel veel rode pijlen. Ik wil alle rode pijlen. Oh, concentratie jongens. Zie het vliegen, vingers vluggen, klikwerk. Ja, je wil mij echt niet tegenkomen in een Mario Party. Nou net niet. Net hadden we 3. Je wil mij echt niet tegenkomen in Mario Party. Maar Mario Party vind ik heel goed. Tenminste, de oude Mario Party games. Ik moet zeggen, de nieuwe zijn een beetje... Ah, knoppie! Stylish! Hebben we hem nou verslagen? Nope. We hebben nog een ronde te gaan. Nou, dit is eigenlijk de reden waarom dat ik dus Mario nou vooraan heb gezet. Want we mogen dus weer gelijk aanvallen. En je wilt dus Cortez weer aanvallen. En dit is overkill. Dit wordt overkill. Dit wordt damage bij de max. Wat begon als een fiasco, eindigt nu met een overkill. Ik had liever de bonus gehad met de stars. No! My treasure! I'm done for! Yo! You are foolish, amigo! For I am not dead! Well, technically I was already dead, but my spirit endures, tied to my treasure.
So you cannot do anything to me. I do not live, amigo. Still guarding this treasure for hundreds of years is always as boring as death. What? You're not even interested in my treasure? My treasure is not good enough for you? Then why are you here? What? You want this? This sparkly thingy? This little rock over here? Are you serious? Well, that's no big deal. Here, take it. What do I need one or two extra gems for? I do not really like that one anyway. Yay! We hebben onze Crystal Star! Your star power is now 6 and Mario learned the special move Sweet Feast! End of chapter! Cortez, Courage of the Seas! Mario soundly defeated this fearful... fearful spirit and claimed the Crystal Star! Perhaps the peaceful citizens of the world no longer need fear of Cortez and his fell ship. The only problem remaining is how Mario will escape this isolated island. And could there be another problem still hiding beneath our hero's nose? Do you want to save up to this point? Nay! Well, that should do it. If you don't need anything else, away with you, amigo. Okay, do it. And then I heard something my ears could not believe. We had actually discovered the legendary treasure of the Pirate King Cortez. En we worden gewoon buiten gesmeten. Ah, daarvoor zijn die plateautjes hier. Nou ja, we kunnen in ieder geval nou zo terug. En dan kunnen we hier overheen. En dan moeten we eventjes onze Leafeon erbij pakken. Leafeon! Dat is onze map, dat is heel erg leuk. Maar wij willen eventjes naar de party. En dan pakken we eventjes Leafeon. En Leafeon... Oh, Leafeon hoort ons rug. Nope, Leafeon is like, niet nog een keer. Ik heb al genoeg op mijn rug gehad. Nee, Leafeon die helpt ons wel. Na ons ris even afgesmeten te hebben, waarom ook niet. Maar goed, dan kunnen we dus teruglopen, want... Hé, hey, we hebben het van elkaar gekregen. Wow, that was like an earthquake in there. Are you alright? Yahoo, you beat Cortez. Wow, you really are something. Yay! Now we got the free time! Can you get us out of here? All this shaking causes walls to crack a bit. I feel a breeze. If you could break this stuff, you know? What a breeze! How are we going to pass through that solid rock, though? Misschien hebben we iemand nodig die nogal een explosief karakter heeft? Ik bedoel, waarom ook niet? En nou maak ik dus de Kingdom Hearts fout door gewoon te denken bij mij eigen van... Oh ja, ik moet lopen met de joystick, wat dus niet het geval is. Boom Bobbery! Ah, it worked just like I said. Well, me first! Oh, ik serieus, first. Ik haat reacties met first. Ik haat iedereen die first zegt. First is verpest. Come on, everybody, let's get out of here! This dump cave air is not good for my skin. Let's go, Frankie! En Skype geluid, omdat ik heb mijn eigen nog niet op bezet gezet. Oeps. Dankjewel, Skype. Geef me even een seconde. Hou je klep, Skype. Zo. You saved our lives, man. I'll never forget you. But I need to leave. Now! En morgen is hij het weer vergeten. Oh, nee. Die moet gewoon aanblijven. Ik wil de Koepsil eventjes. Koepsil is gewoon awesome. Laten we maar gaan. En, aangezien dat we hier nou toch weer zijn... Hallo! We hebben jou 2 weken naar mijn rust gelaten. Boom, boom. Overpowered items! I like it! Geloof me, we gaan die overpowered items echt nodig hebben. Nou, dan willen we dus hier naartoe lopen, want dan hebben we hier al die toads. Gezellig hoor. I didn't know what to do, stranded in that cave. But the whole thing was rather exciting. Dat is leuk. I'm just glad my little dame is safe and sound. Nou, mooi. Hi.
Oh shit, right today. Hey, in any case, don't say enough. Thanks for saving us. Geen probleem, maar laten we deze kant oplopen. Ah, Mario, welcome back to you, my stalwart captain. So, have you found the treasure? How was our little expedition firing? Jullie, alle jullie stemmen zijn veranderd en I don't care. What? The spirit of Cortez was guarding the treasure? And you beat him, but you left all the treasure there? Arr! What were you thinking? Were you trying to be nice? Oh, well, that's what I like about you. I guess. Could it be? Brother? You! What are you doing here? I came looking for you, brother. All the way to this island. I came looking. But ghosts attacked us. And our boat just sank. But I just found you now! Huh? Your boat sank too? So you're all stranded here as well? Ja, hadden we dat nog niet verteld? What? Hold on, huh? What was that? What is that? Pardon me, guys. I mean, bah! So sorry to surprise you. No, wait. No need for that fake politeness anymore. Good job getting the crystal star. Oh yeah, seriously. Good job getting it for me. Hey now, isn't that good old Four Eyes? Yeah, that is Four Eyes. Oh yes, it is Four Eyes. What is he doing over there? Hey, Four Eyes! It's dangerous up there! What's with this lukewarm reception, dramatic entrance here? Oh, whatever. I'll spell it out for you, idiots. You may have known me as Four Eyes, but I'm actually... The great Lord Crump! Oh man, did I fool you! I was a mastermind in the shadows running the voyage. It hurts to be this good! Now, Mario, enough of this. I'm on a schedule here. Hand over the crystal star. Because you know what happens if you don't. Starboard cannons! Port cannons! Fire! 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 Yikes! Four Eyes was a pirate all this time. Madness! Madness, I tell you! Well, what are we standing around for? Cannons, people! We must flee! Arr, look, we're sailors. We're not good for anything without a ship to sail. Wait, I have it. I'm a genius. We have a ship at hand, and a fine one, I must say. Mario, take me to Cortez. Yes, my brain remembered me what you said. You said that Cortez has a ship. If the legend is true, then we should be unstoppable in that cursed ship. Flavia, what are you talking about? That's crazy. This is Cortez, the pirate you're talking about! Even if Mario did beat him, why would he lend you a ship, huh? He'll cream you! Cream you! Hey, I may be a coward and a cat, but I still lead you. I have a duty to protect you. We will be cannon fodder if we sit here wag our tongues. We must at least try Cortez. I want you to hear no complaints. I am your leader, and I will negotiate with this Cortez. Now, Mario, take me to this pirate scum, this instant! Zal Mario het voor elkaar krijgen om Flavio naar Cortez te brengen? Zal Cortez luisteren naar ons gewauwel? En hoezo is hun schip niet veroordeeld of gepakt door de ghost, zoals wij eigenlijk hebben meegemaakt toen wij hier vast kwamen te zitten? Zie het allemaal in de volgende aflevering van Paper Mario en de 1000 Jit, hoor! Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk voor deze awesome eindestem als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play Paper Mario en de 1000 Jit door.